ik heb hier zo lang over gedaan. Dit was echt... Oh, ik dacht, ik moet een nieuwe pand zo hebben. Oh, mijn camera staat aan. Hey, kijkers. Leuk jullie kijken bij deze gloednieuwe video. Mijn naam is Henkie. En oh, wat is de tijd geleden dat ik weer Henkie's monteurdeur heb opgenomen. Hebben jullie dit zien? En ik namelijk wel. Ik heb deze auto... Oh, ik heb deze auto gemonteerd. Maar voordat de video begint, wil ik eventjes zeggen. Ik, Henkie, heb ook natuurlijk een kanaaltje. Kan je abonneren? Linkje staat in de beschrijving. Ah, oh, dan kan je ook mijn avonturen volgen. Maar verder... Oh, kijk wat een mooie auto. Het is Monster Panto. Ah, oh, de Monster Panto Nixon XXL met de Jotem nummerplaat. Exclusive! Ah, Jotem, ik moet er spontaan ook een skaatkoekje van eten. Kijk eens. Ah, oh, zit de camera heel even uit. Oh, hey, we gaan deze kamer. Vul helemaal niet de badkamer in. Dus de hele even de camera uit, zodat ik eventjes gewoon buiten de camera om mijn nood mijn skaatkoekjes kan eten. Tot zo, kijkers. Ah, even mijn rommel hier weggelegd. Ik heb trouwens wat nood mijn skaatkoekjes even in de oven gelegd. Ik denk van, ik ga het een keer proeven. Ik denk dat... Oh, er staat overal rook! Oh jee, rook! Uit de oven halen! Oh, ik zag rook hier al. Oh jee, oh, het is weg. Oh, ik zag het. Ah. Oh, dat scheelt. Oh, er lag overal rook. Mijn nood mijn skaatkoekjes zijn helemaal verpest. Nee. En ik wilde dus zo graag eentje proeven. Oh, oh, de telefoon gaat. Hé, hey, wie zou dat nou zijn? Roy, ben je er? Nee, Roy is niet. Ik neem wel op. Hallo? Hallo, met Herman. Hallo, Herman. Ik ken jou helemaal niet. Hallo, Herman. Met Henkie. Ik heb je telefoonnummer gevonden op internet. Dat hoor ik. En wat? Dat hoor dat ik. Dat hoor je? Ja. Maar ik heb je hulp nodig. Oh, waarmee? Nou, mijn auto, die moet een beetje gemodificeerd worden. Oh, ah, ja? Want, dus het spookt bij mij thuis. Spooken, nee! Ik wil nog eens... Nee! Ja, nee, nee, daar heb ik jouw hulp bij nodig. Oh, ik zag weer rook. Oh jee, oh, het rookt weer helemaal, meneer. Ga maar verder, ik los dat straks van op. Oh, oh. Ja? Ik sta voor je deur en het sneeuwt. Wat? Dus kun je even naar buiten komen? Oh, hey, hallo. Hallo. Dag meneer, ik zat gewoon in. Waarom belde u me als hij voor mijn deur stond? Nou, je deurbel doet het niet, want ik druk erop en ik hoorde je niet. Oh, nou, het spijt me, maar hallo, ik ben Henkie. Hallo, ik ben Herman. Het sneeuwt trouwens, oh. Ja, dat heb je goed gezien en het is koud. Nu sneeuwt het, het is koud. Kom maar binnen, kom maar binnen. Ah. Nou, hallo, welkom in mijn huis, hier woon ik. Hallo. Ja, oké, okay, leg maar uit, wat wilt u? Spooken zijn? Nou, het spookt in mijn huis, dus ik dacht, ik ga een spookjachtauto maken. Maar ik heb er geen verstand van. En ik heb jouw hulp daarbij nodig. Een spookjachtauto! Ah, oh, ja. Dan kan ik mijn nieuwe motor gebruiken in mijn spooklaser beams. Ja, ik wil het doen. Heeft u al een model? Nou, loop maar mee, die staat buiten. Oh, die staat buiten. Oh, ben ik heel benieuwd. Is dat hem? Dat is de auto waar het om draait. Ah, wacht. Ah, mijn auto. Ah, heeft u trouwens mijn nieuwe auto daar al gezien? Die daar. Waarom heb jij een monster truck? Ja, dat is mijn... Dat gewoon supermooi, maar... Ah, deze auto, die kan ik wel heel mooi monteren, denk ik. Met een mooie basepinball. Maar het punt is, ik moet van... Ja? Binnen de auto moet ik veilig zijn en spoken kunnen jagen. Ah, ja, ik heb de onderdelen momenteel niet op voorraad, maar die kunnen we ophalen. Althans, die kan ik ophalen. Ik weet niet of je mee wilt. Hoe lang duurt dat? Het kan een dagje duren. Hele dag, ja, hele dag vol. Ja. Ik heb toch niks te doen, dus ja, je kan wel, hè? Ah, is goed, oké. Okay. Dan moeten we eerst langs Rajiv. Ik heb langs Rajiv al zo lang niet meer gesproken. Het wordt koud, zeg. Ik heb Rajiv al zo lang niet meer gesproken. Kom maar even nog met voor een bakje koffie en nootmuskaatkoekje. Trouwens, alleen voor een bakje koffie, geen nootmuskaat, die is verbrand. Dus kom maar even binnen. Dan gaan we even de taken bespreken en dan gaan we, oké? Okay? Ja, is goed. Ga jij maar op de bank zitten. Ja. Oké. Herman, Herman. Oh, ik zie je. Herman, wat ben je aan doen? Oké. Okay. Wie zijn deze mensen? Ja, dit zijn, ik weet niet, ze inspireerden me. Toen ik dit huis kocht en toen ik helemaal van binnen ging verbouwen, vond ik die foto's en ik vond ze eigenlijk wel mooi. Dus ja, okay. Ik heb geen idee wie het zijn, maar ben je klaar voor? Ben je er klaar voor? Ik wel, ben jij er klaar voor? Ja, ik ben er ook klaar voor. We gaan eerst jouw auto, kijk, volg me. We moeten eerst even langs Rajiv. Maar, wacht. We moeten eerst je auto even goed zetten. Ik vind het veel leuker als we in jouw auto gaan. Gaan we ook. Gaan we ook, maar we gaan deze eventjes wegzetten. Dat hij niet midden op de weg staat. Snap je? Zo.
Hoppakee, ben je er klaar voor? Ik wel. Dus stap maar in! Ik heb een stuntmannenpak al aan. Het is altijd even lastig het instappen in deze auto, maar uiteindelijk stap je in. Dus, oh! En waar gaat het? Hij is ietsie pietsie snel, maar stap maar in. Kom maar. Oké, ben je er klaar voor? Ga mijn naar stoel staat een beetje ver. Ja. Mijn stoel staat een beetje ver naar voren, denk ik. Oh, we staan. Oh. Ja, klopt, ik heb die stoel. Oh! Oh. Wow. We gaan rustig door naar Rajiv. Ken jij Rajiv? Stond hij in mijn advertentie? Nee, ik ben langs de winkel gegaan, maar toen was hij dicht. Dus hij is altijd open aan de tijden dat ik kom. Dus we zetten mijn monster panto even hier aan, stappen weer uit. Ho, pas op. Kom je? Ja. Ai, donuts trouwens, ik heb zo lang geen donut genomen. Ah, ai, donuts, sublette. Ja, hallo. Hallo, Rajiv. Hallo, wie ben jij? Waar is Rajiv? Hallo, ik ben Swati. Swati, waar is Rajiv? Ik ben de neef van Rajiv. Waar is Rajiv? Rajiv die is in de gevangenis. Hij heeft illegale praktijken. Illegale en nu praktijken? Is hij weg. Ja, hij is sowieso weer terug naar Paramaribo gestuurd. Ja, hij is terug naar Paramaribo met de boot. Maar ik wil Rajiv. Maar jij bent... Is de winkel nu ja, van jou? Ja, ik ben neef. Ik ben deze winkel is nu van mij. Want Rajiv moet wel nog geld hebben en ik help hem een beetje. Ja, wat is met de business? Ja. Okay. Maar ik wil eigenlijk een ding ophalen bij jou, Swati. Oké. Wat is jouw naam eigenlijk? Hey, en wat is die... Is wie Herman. Is die man? Dit is Herman. Hallo, ik ben Herman. Hallo, Herman. Heb jij een pakje check voor mij? Ja, ik heb wel... Welke wil jij? Paramaribo XXL. Oké. Ik heb heel veel. Hier, is 2 euro. 2 euro? Heb je dat bij je, man? Hero, ja, hier. Alsjeblieft, zo. Dankjewel, Hero, jouw pakje. Maar daar kwamen je niet voor, Inky. Oh, nee, wat wou je ook weer hebben? Rajiv had altijd speciale orders van mij. En donuts. Jullie mogen ook gratis donut van hem hebben. Mag ja, ik hoor dus, hij zei sowieso iets van, Henkie die wil altijd donut en je moet gewoon geven, want anders is hij boos. Dus je mag gewoon mag donuts ik pakken. De roze. Je mag wat ook even? Voor die leuke vriend van jou ook een donut. Wil je ook een donut, Herman? Ja, even mag niet! Swati, het sneeuwt buiten en je hebt een korte broek aan, heb jij het niet koud? Nee, in Paramaribo hebben we het nooit koud. Oké. Maar hij had ook altijd nog een straalmotor Nixon XXL 9e versie, 9000e versie. Heb jij die ook achterna? Ja, die heb ik ook achterna. Kan je die even voor mij ophalen dan? Ja, dat wil ik wel. Dan moet ik even kijken, want ik heb ook een raket hier achter liggen. Ja, die kan ook nog wel eens voor mij zijn. Ah, of het was een 8-9e versie. Wat een rare man. Kijken. Ja, ik mis eigenlijk dat Jeef wel, maar Swati! Hé, hey, Herman, dat hoorde ik. Hou je mond. Ja, ik heb hem. Je hebt hem? Ja, hallo. Nee, mag ik hem hebben? Die mocht ik hebben. Ja. Hier al. Dankjewel. Zie je dat, Swati? Ik kan wel wat. Yes. Toch, Swati? Dankjewel, ik wist dat ik wel wat kon. Henkie? Ja? Moet je niet betalen voor de donut. Nee, joh, tot ziens, Swati. Doei. Oké. Herman, wil jij niet de donut? Oh nee, je mag geen donut, Herman. Even instappen. Kijk, mij heeft een speciaal instapmechanisme. Nou, instappen. Herman. Ja, hou hem op! Pas nou op! Henkie. Ja? Het is hier wel echt een rommeltje. Ja, dat maakt niet uit, joh. Het is nu neergelegd. We gaan nu naar de volgende stop. We moeten namelijk hardware halen bij de Alien Technologie Shop. En oh, wat heb ik daar zin in? Dan gaan we gewoon... Oh, maar ik hoop dat hij het wel op voorraad heeft, de Alien Technologie. Want we hebben wel nodig voor jouw spookauto. Er moet wel echt Alien Technologie op, anders gaan we het echt niet redden, hoor. Alien technologie? Ja, je wilt toch beschermd zijn tegen de spoken, zoals je zei. Ja. Ja, nou, dan moeten we alien technologie hebben. Dus dan gaan we nu voor in mijn nieuwe panto. Ben je er klaar voor, Herman? Ja. Yay! Oh! Oké, volgens de advertentie is het Hero ergens in deze straat. Oh, Hero! Hero is het! Ah, zo, ik zie wel iemand staan. Bij Hardware. Precies. Auw! 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 Ik val uit de auto. Ja, nee, ik gleed uit. De sneeuw is zo glad. Hallo? Oh, hallo. 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 Wij zijn voor de Alien Hardware en de technologie. Oh, de Alien Hardware? Heb je de advertentie gezien? Oh, jij de advertentie? Ja. Ja.
Mogen wij in je winkel kijken, of? Nou, ik heb niks meer. Nee, niks meer. Niks meer. Nee. Maar ik wil één in technologie. Nou, kijk, we kunnen wel nieuwe gaan zoeken. Ja, nieuwe zoeken. Nieuwe zoeken. Herman, kom maar. Herman. Ja? Hij draagt slippers. Hij is een beetje raar. Ja, dat ook, maar hij draagt slippers. Meneer, waarom draagt je slippers? Het sneeuwt. De slippers zijn fijn. Fijn, ja. Oké, maar jij had het over echt met alien technologie ophalen? Ja, kom maar. We gaan naar mama's auto. Mama, neem de auto! Oké. Ik wil voorin. Instappen. Gaat die snel? Ja. Oh. Pas op. Ik kan niet goed rijden. Oké, we moeten naar het water. Naar het water? Maar... Ja. Ik zie drie zeeërs. Oh. Henkie. Zeeërs. Henkie. Een onderzeeër. Henkie. Het water is koud. Henkie. Ja. Ik ben bang voor vissen. Je bent bang voor vissen, maar... moeten we het water in? Ja, we moeten in onderzeeërs, leuk. Waarom? Wat gaan we doen? We moeten naar het alienschip. Naar het alienschip? Neem ik deze wel. Oké. Snel erin. Instappen. Ik heb nog nooit in een onderzee gezeten. Gaat wel snel, hoop ik. En anders monteer ik hem wel eventjes. Instappen. Piep, piep, piep. Deurtje dicht. Oké. Nu? Ik zie al hoe het werkt. Waar gaan we heen? Pas op. Volg maar. Oké. Moeten we ook nog... Oh, we gaan onder water nu. Oh jee. Ik ben bang. Dat kan niet. Het is zo ondiep. Ik vind het leuk. Ik heb radiocontact met jullie. Dat is toch het leukste? Wat, hij stoort een beetje. Oké. Waar moeten we heen? Hoe is het ver? Rechtdoor. Herman, we zijn helemaal... Oh, hij komt net boven. Hé, Herman. Hallo. Kunnen we onder water of... Ja. Wat een mooie wereld hier nou. Zie je het, Herman? Kijk. Ja, ik zie vissen en ik ben bang voor vissen. Ik zie helemaal geen vissen. Oh, wat een mooie wereld. Mijn gaat wel sloom. Ho! Rustig aan! Oh, wat doe je nou? Rustig aan! Ja, ik heb hem iets sneller gemaakt. Ik heb even turbo knop geïnstalleerd. Waar moeten we heen? Wat een mooie rots hier, rustig aan! Ik heb die botsing! Rustig aan! Zijn we er bijna? Ja, we moeten hier naar beneden! Nog verder naar beneden, hij is een beetje raar. Ja. Nog hier nou zijn we er? Ik zie helemaal niks. Ik zie helemaal geen alienschip. Recht naar beneden. Oh, ik zie hem! Een alienschip! Pas op voor de aliens! Zijn er aliens nog dan? Henkie? Ja? Zie je ook wat ik zie? Een alienschip! Nee. Een orka! Ik piept! Pas op dat je hem niet raakt, maar ik wil hem even inspecteren. Wat een mooie orka! Ik ga goed filmen. Hallo orka! Hey orka! Hij is boos! Pas op voor de orka! Maar we hebben het alienschip. Wat moeten we nu doen? Hoe halen we de technologie eruit? Normaal ga ik er altijd in! Moet ik dan gewoon uitstappen? Is dat veilig? Maar is die orka? Wat doet hij me geen pijn? Of is dat een alien orka? De orka is alienjager. Oh, die beschermt het alienschip. Nee, die jaagt op de aliens. Oké. Ja! Dan stap ik maar gewoon uit. Ik denk dat het wel veilig is. Hij beschermt je. Ja. Oei! Henkie. 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 Hey! Henkie! Wat? Hij leeft! Wat is er gebeurd? Ja, je ging uit de onderzeeër in het water op 300 meter diepte. Denk je dat er is gebeurd? Maar wat is met alien technologie gebeurd? Die heeft Willy gepakt. Hoe heb je het gepakt? Met de klauw die aan de submarine zit. Ik heb niet gezegd! Ik ging er helemaal uit! Ja, maar... Ik wist niet dat jij eruit ging! Alles ging fout. Ik ben er verdronken, maar goed, we hebben alien technologie.
Herman. Ja. Dus nu kunnen we terug. Nu kunnen we gaan beginnen met maken van de alienauto. Van de spookauto bedoel ik. Hebben we alle spullen? We hebben alle spullen. Oh. Dat is mooi, hè? Maar hoe komen we nu terug? Ik weet niet eens waar ik ben. Waar zijn we? Op een eiland of zo? Goede vraag. We zijn op het strand. Stukje verderop. Oh, nou, dan gaan we wel. Ik heb wel rennen. Het is wel koud. Ik ga rennen. Hé, hey, juist mijn pand zo weer. Ik zie hem. We zijn er weer, Herman. Wat een eind. Oh, het was wel een eindloopje. Ik heb het ook koud door het water. Ah. Oh, pas op. Het is zo glad. Oké. Okay. Ah, sneeuw. Dat was wel een leuk avontuur. Ja, nou, ik ben bijna verdronken, hè. Stom, hoe heet je eigenlijk? Maar het is goed. Ja, ik ben Willy. Willy, ja, Willy, stommerd. Ik ben door jou bijna verdronken. We gaan terug met de spullen. Willen jullie warme chocola van mama? Doei, Willy. Geen warme chocola. Nee, dat willen we niet. Nee, geen warme chocola. Ik neem wel nootmuskaatkoekjes thuis. Heb je dat begrepen? Nee, jawel. Oh, nee, die zijn verbrand. Hé, wat ga je doen? Pas op. Ik moet wel instappen, hè. Duurt dat het eventjes? Maar daar zit ik. Dag, Willy. Doei, Willy. Je hebt me bijna laten verdrinken. Ah, Herman, we zijn er met alle onderdelen. Ah, lekker thuis weer. Hé, waar is je auto? Ja, dat weet ik niet. Heb je hem al op slot gezet? Auw! Auw, auto is gestolen! Herman! Je auto is gestolen! Dit is jouw verantwoordelijkheid. Nee, jij hebt hem hier neergezet. Nee, jij hebt hem hier neergezet. Maar maak je maar zo, ik kan wel een nieuwe bouwen. Ik ga wel mijn monteur doen, oké? Oké, dan ga ik nieuwe koekjes bakken voor je. Maar niet hebben ook een schaartkoekje zitten. Ah, ik moet een nieuwe auto monteren hier. 2 hours later. Ah, hij is klaar, hij is af. Herman, waar ben je? Herman. Ik ben in de keuken, ik ben koekjes aan het bakken voor je. Oh, hé, ik hoorde je zingen, want dat kan je mooi zingen. Ja, ik ben ex-operazanger, tot ik ging roken. Oh, maar je auto is af. Wil je hem zien? Ja. Kom. Kijk. Hij is helemaal klaar. Hier nou. Ben je er klaar voor? Oh, niet kijken. Daar is hij. Dat was hem. Nu krijg je niet te zien. Nee, komt hij. Tadaa. Ik zet hem even naar buiten voor je. Oh, mooi. Gaat het helemaal? Ja. Okay, ik ben blij. Ik laat hem nu wel weer aan je zien. Kijk! Tadaa! Oh, wat de alien huntauto. Nee, ik zeg het ook eens alien. De spookauto is klaar. Spook. De alien technologie bovenop. Wat mooi. Cool. Wat nou ook. Knonden op. Ja, dat is. Dat is mooi, hè? Ja. Zit er ook een zwaailampje op? Ja. Supermooi is hij, vind ik ook. Maar we moeten natuurlijk ook gaan testen, hè, of hij goed rijdt. Dus zullen we even Swatty ophalen? Misschien wil hij wel mee. Ja, dat gaan we doen. Kom, stap in. Ik heb hem ook lekker snel gemaakt. Dus, maar hij is wel heel zwaar. Kom door de alien te gaan. Oh, mail. Naar Swatty toe. Die is hier al ergens om de hoek. Oh, zo. Wee. Kijk, hij kan gewoon driften. Het stomme sneeuw. Ja, hij is alleen niet echt sneeuwbestendig, maar dat komt omdat het onmogelijk is met de regen. En het wordt net winter. Ja. Oké, we zijn best wat. Wat doe je? De hendel was eigenlijk, ja. Oké, ben je klaar voor? Ja. En we gaan Swatty ophalen. Swatty! Hey, hallo, daar zijn jullie weer. Ik wil een donut. Oké, ja, pak maar. Herman, jij mag nu ook een donut. Je was hem toen net vergeten. Ik wil de roze. Ja, pak maar. Swatty, wij zijn helemaal klaar met ons avontuur en we hebben een auto. Oh, is het mooi geworden? Ja, het is een spookjagerauto. Wil je meerijden? We gaan het testen. Oh, ik wil wel eens zien wat jij hebt gemaakt. Ja, pas op, het is wel koud buiten, dus... Ik hoorde van mijn neefje dat jij heel goed was daarmee. Dus ik ben, wat is dit? Dit is hem. Wow. Kijk hoe mooi die is. Mooi. Dit is echt vet cool, man. Stap in. Wow. Hé, wat doe je? Hé, maar ga weg. Je doet me weg. Sorry. Kom. Moet ik voorin of achterin? Ja, je mag voorin zitten. Wow, wow, wow. Ja, maar jij moet hem ook achterin inderdaad even testen of je goed werkt achterin. Well, oké. Stap maar in. Er is ruimte achterin. Maak je maar geen zorgen. Ja. Herman, kom op nou. Ja, de deur gaat niet open. Dan zit hij op slot.
Ik denk het wel. Ah, dan moeten we even een extra auto regelen. Wacht even hoor. Nou, we staan hier al een tijdje te wachten, hè, man. Het duurt allemaal lang met die Swahili. Hé, hoor, ik heb mijn eigen auto gepakt. Oh, wat een mooie auto. Oh, wat de grote wielen zijn dat de XXL. Ja, dit zijn hele grote wielen. Ja, dit zijn hele coole wielen. Iedereen kan ook toeteren, moet je horen. Toe. Ja. Heel leuk. Maar we gaan er naartoe. Volg mij maar, als je me bij kan houden dan. Nou, ik hoorde dat jij heel goed in stelle auto's bouwen bent, dus ik weet niet. Ik zie jullie wel verschijnen. Volg me maar. Ik laat wel een navigatieadres achter. Ah, we hebben de hele dag gereden. Het is gewoon weer licht, maar het is wel voor de test. En hij houdt ons nog bij daarom. Ik ben rustig aan rijden voor Swatty. Maar we zijn er. Laatste keer dat ik hier was, hè, man. Toen ben ik gaan racen met Rajiv en met Don. Don was een man van Fast and Furious. Wow, rustig aan, Swatty. Oh, ik ga een beetje snel. We zijn er. Ah, zijn we er klaar voor? We gaan kijken hoe snel de auto is. Ah, man. Nee, man. Ja, ik kom eruit. Oké. Heb je nou echt niet koud, Swatty? Nee. Ik vind het lekker warm. Oké. Maar goed, we gaan hem even testen de snelheid. Dus, Hamman, het is jouw auto, dus jij mag even naast me zitten. Tel jij af? Ja, is goed. Ik heb alleen wel één dingetje. Ja? In Paramaribo tellen we altijd van 60, want we zijn bang dat we misschien te snel gaat of zo en dan is het niet leuk. Dat ken ik wel in Rajiv inderdaad. Dat heeft hij ook ooit wel eens gedaan. Maar bij ons is het gewoon om vanaf 10 af te tellen. Maar als jij wil, mag je ook van 15 of van 20 of van 16. Ja, ik doe wel van 15, want dat is anders. Hey, wat was dat? Herman, ik zag dat wel. Oké, doe maar. Ga maar voor mijn auto staan. Dan ben ik helemaal klaar om te racen. Oké. 15. 14. 13. 12. Ja. 11. 10. Ik ben er klaar voor. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Succes jongens, doei! Oh! Hij gaat snel! Hij gaat zo snel! Oh, Herman! Oh, hij ging weer snel. Hij kan wel goed tegen klappen. Ja, dat is altijd met mijn auto's. Kom maar, gaan we naar de Swatty toe. Ook weer op topsnelheid terug. Oh, dit gaat zo snel. Lowrider. Wat doe je? Pas op. Jongen, ik zit vast in de bergen. Waar ben je, Swatty? Ik ben helemaal gekanteld. Ik zit tegen mijn steekpijs. Hij staat recht voor. Hij zit in zijn auto. Swatty, stap eens uit. Ik kan wel nog toeteren. Oh, ik ga er nu uit. Mijn auto. Wat is er gebeurd? Wat heb je nou in mijn auto gedaan? Ja, ik kan hem wel voor je maken, hoor. Dat komt wel goed. Ja, ik wil sowieso nog even vragen of jij misschien een keertje wil upgraden. Dat kan ik wel een keertje doen als je wilt je auto upgraden. Maar Swatty, ga jij samen met Herman? Ik vind hem ook helemaal niet meer leuk. Ja, is goed. Met wie ga ik rijden? Met Herman. Oh, sorry, Herman. Herman, ga jij maar rijden, Herman? Herman, ik durf niet. Wat ga jij doen? Herman, ik wil ooit nog een keertje mijn familie zien. Alsjeblieft, doe normaal. Dan gaan we regelen. Oké. Zijn jullie klaar voor? Kijk, hij heeft natuurlijk mijn spookauto. Ik weet niet of het jullie was opgevallen. Maar die heeft van afstand wordt hij onzichtbaar. Zodat hij niet voor de spoken opvalt. Oh, dat is echt cool. Ja? Oké. Maar zijn jullie klaar voor? Ik zag hem toen net op. Oké, ik tel vanaf 6 af. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1, go! Henkie, wat gebeurt er daar? Arme rug, ga maar opnieuw. Ja. Gaat wel goed. Ga maar. Doei. En onzichtbaarheidactivisatie is aan. Oh, daar gaat Herman, dit gaat snel. Herman, dit gaat snel. Ja. Oh, ik voel me echt Hallo? Dit is niet leuk. Mama! Oh. Mijn familie, ik wil mijn familie naar geskipt zitten! Mijn familie! Jongens! Henkie! Oh, we gaan heel hard spinnen, ik word misselijk, ik moet spugen, mama! Ja. Henkie, hallo! Ja, ik was een beetje bang. Van ervaring. Hallo, ik ben Herman! Ik ben Herman!
Oh, sorry jongens. Swatty. Wat gebeurde daar? Stap eens uit, Swatty. Ja, sorry. Nou, helemaal jouw auto is helemaal klaar, werkt goed. Zo'n ja. Shit, allemaal. Wat vind je ervan? Ja, ik vind hem helemaal mooi. Als je hem mee te nemen, maar hij wel betalen. Ja. Oh. Nou, even kijken in mijn dashboardkastje, wat ik hier... Ja, daar is hem. Hallo. Oh, ja? Ik heb hier een tegoedbon voor 20 donuts bij de winkel van Swatty. Auw! En 3 euro. 3 euro? Oh, dat is meer dan normaal. Dan kan ik 2 ijsjes halen of een ijsje met 3 bolletjes. Ah, hoorde je dat, Swatty? Ja, je mag me weer 20 donuts halen. Die je kan me mee op ijs halen, uiteraard. Die sukkel had ook echt niet door dat het monopoliegeld was. Doei, jongens. Hé, doei, Herman. Misschien zie ik je ooit weer. Kijk, jij mag ook donuts halen bij mij. Hij hoort je al niet meer, Swatty. Jij is al weg. Oh, jammer. In Paramaribo kunnen we dat van heel ver horen. Is dat niet van Paramaribo? Ja. Maar oké, ik ga weer terug. Ik ben nu eigenlijk achtergekomen dat ik geen vervoer heb. Dus ik spreek later, Swatty. Doei. Oké, doei. Hé, kan je nog trouwens mijn auto... Oh, je hoort me niet meer. Oh, godverdomme. kijk eens, een wilde donut op de grond! Oh, kijk, ik vind gewoon een donut! Een donut! Wat leuk! Hey kat, maar hij ligt gewoon... Misschien heb ik die verloren of zo. Ik weet niet hoe die hier komt, die donut. Maar goed, we zijn weer terug. Kijk eens, wat was het weer een avontuur, zeg. Jotem, ik heb weer genoten van het avontuur. Het was weer leuk, we hebben weer leuke dingen gedaan. We hebben weer echt een Henkies Monteurdeur aflevering. Het was super leuk. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik ben weer thuis hier. Oh, kijk. Oh, ik hoop dat mijn monster truck niet gestolen is. Nee, hij staat er nog. Maar goed, ik ga weer lekker warm naar binnen. Dank jullie wel voor het kijken, kijkers. Het was jottem leuk. Iedereen even een duimpje omhoog. Abonneer allemaal te zien voor Brian Listing en op mijn kanaal. En dan zeg ik weer tot de volgende keer, kijkers. Het was weer super leuk. Jottem, tot ziens. Doei!